Goeiedag. Kapitein van Hulten. Ja, goeiedag. Hoe lang vaart u al op de kapitein Anna? Vanaf 99. En hoeveel eigenaren heeft het schip in de tussentijd gehad? Nou, de eerste jaren waren heel stabiel. Maar ik denk wel dat er tot het einde van, totdat de laatste eigenaar, ongeveer 12 eigenaren, als ik zo snel kan tellen. Maar u heeft altijd bij het schip willen blijven? Ja, ja. En waarom is dat? Ja, ik heb toch een beetje een haat-liefde verhouding met die eigenwijze boot gekregen. En ik kan het goed bij de huidige eigenaar vinden. En ik ben eigenlijk altijd betrokken geweest en gebleven bij het schip. En waar zit dat eigenwijze van de kapitein Anna in? Ja, dat die boot zich toch anders gedraagt als een schroefschip. En je hebt er ook veel meer werk aan om de raderen draaiend te houden. En het varen is ook anders met het schip. Het is allemaal niet zo rechtlijnig als een modern schip. En moet u me wat gaan uitleggen? Waarom is het moeilijk om de raderen draaiend te houden? Je hebt een hele hoge slijtage. We hebben vroeger veel partijtjes gedraaid, waarmee je veel uren draaide. Dus je ging door heel Nederland waar je kon komen, zijn we geweest. En dan krijg je dus zodanige slijtage in de raderen dat het onderhoud behoorlijk toeneemt. En wat moet u dan doen aan die raderen? Lagers vervangen. Altijd op tijd smeren en je kan metaalmoeheid krijgen in de ophanging. En er kunnen ook dingen kunnen er afbreken. Ze zijn wat kwetsbaarder omdat het oppervlaktewater is. Als daar een boom doorheen komt, dan is het wel meteen een behoorlijke schade die je kan oplopen. Is dat wel eens gebeurd, een boom er doorheen? Ja. Ja. Waar? Aan stuurboord. En welk water? Dat was op de lek. Ja. Het is een beetje zoals op de Mississippi dus eigenlijk. Ja, dan hoor je een behoorlijke klap en je ziet het aan je hydrauliek. De waardes van de oliedruk die gaan dan in één keer de hoogte in en je merkt het meteen aan het vaargedrag van het schip. Het vaargedrag, hoe is het varen met een raderboot anders dan met een schroefschip? Nou, dit schip had vroeger een stoommachine met een grote krukas waar dan aan weerskanten de raderen aan hingen. Dus je had eigenlijk alleen maar een vooruit en een achteruit. Door de stoommachine anders achterstevoren te laten draaien. Nu hebben we dus dieselhydraulisch, waarbij je stuurboord en bakboord onafhankelijk van elkaar zijn. Maar het draait nooit helemaal 100% gelijk. Je merkt gewoon de invloed van een schip wat passeert of een kader waar je wat dichterbij moet komen. Waardoor dat schip eigenlijk nooit 100% rechtuit wilt lopen. Je bent eigenlijk continu aan het corrigeren. En daar wen je aan en je merkt het pas als je dan op een modern schip, vooral met een moderne piloot, dat dit schip wat in dat opzicht wel heel anders vaart en zich gedraagt als een schroefschip. Thank you.
kapitein Van Hulten. We zijn nu in de machinekamer van de kapitein Anna. Wat is dat grote rode ding naast u? Dat is de hydromotor. We hebben twee hydromotoren. Dat zijn hydrauliek motoren. En die werken met oliedruk. En die oliedruk wordt opgewekt door deze twee pompen. We hebben één hoofdmotor, een Cummings, van 620 pk in deze uitvoering. Dan zit daar een koppeling tussen. En daar hangen dus twee pompen aan. En die oliedruk die kunnen we dus variëren. En als wij normale snelheid varen, dan varen we rond de 13, 14 kilometer. Dan zit je rond de 150 bar. We kunnen tot 200 bar en we kunnen kortstondig kunnen we er 260, 270 bar op zetten. Maar dan gaat hij wel tellen. Er zit een timer op en dan heb je maar 10 seconden de tijd voordat hij in alarm gaat en gaat reduceren. Dus je kan kortstondig kan je heel veel vermogen uit die motoren halen. Maar het is beveiligd. Want anders krijg je dus overbelasting. Je hebt voor elke bar die je erop opzet, heb je 200 newton meter koppel. Dus ja, als je daar 200 bar op zet, dan tikt het aardig aan. De omwentelingen van de radar die zijn gemiddeld zo tussen de 25 en 32 omwentelingen. En dat zijn natuurlijk hele lage toerentallen. Maar omdat het dus heel direct is. Je hebt geen water wat aangezogen moet worden, net als een schroef. Die moet eerst druk opbouwen. Een rat hoeft geen druk op te bouwen. Die slaat dat blad door het water heen en je hebt direct actie. Een radarboot is ook heel direct in het manoeuvreren en in het varen. Je kan vrij snel kan je dus snelheid opbouwen. Je kan ook heel snel kan je hem stilleggen. En dat is dankzij die directe overbrenging. We staan nu in de stuurhut van de kapitein Anna. Welke middelen heeft u om het schip te besturen? Nou, het meest gebruikelijk middel is het roer, het sleeproer. En dat kan zowel met het rad als elektrisch. Maar wij kunnen ook met de radar kunnen we sturen. Wij kunnen dus het ene rad harder laten werken als het andere, waardoor de richting verandert. En wij kunnen ook om onze as kunnen we draaien met het schip. Dat is wel een nadeel aan. Het schip kan om zijn as draaien door stuurboord bijvoorbeeld vooruit te zetten, bakboord achteruit. Maar al het water van het rad wordt dan langs het schip heen gestuwd en dan moet het schip doorheen draaien. Dus hij moet door zijn eigen radwater moet hij heen draaien. En als je ruimte en tijd hebt, is dat geen probleem. Maar als het krap wordt en er staat een dwarse wind op, ja, dan kost dat zodanig veel tijd dat je dus verleiert. En dan is de boegschroef, die is er in 2002 ingekomen, een uitkomst waarmee je heel veel tijd kan sparen. Die boegschroef is vrij simpel, die is elektrisch en je kan stuurboord midden op bakboord. En met deze twee knoppen kan je het vermogen kan je regelen. Hij staat direct op een aparte generator, er zit geen frequentieregelaar tussen. En het is een simpel betrouwbaar systeem. Thank you.
But if we have an issue, then they get lost. They don't find the problem. I had a friend, a colleague of mine, who was not working. IT, electronics, something like this. Nou, iedereen die kent de Mississippi schepen, die hebben dus enorme wielen, hekwielers zijn dat. En door de omvang van de wielen komen de bladen bijna haaks op het water. En dan heb je eigenlijk een optimale voortstuwing. In Europa is dat niet mogelijk, want in Europa hebben we bruggen, we zitten met hoogtes, dus we kunnen daar niet een wiel van 12 meter doorsnee achterop hangen. En daarom hebben wij veel kleinere wielen. Deze wielen zijn iets van 4 tot 5 meter doorsnee. En om te zorgen dat die bladen dus toch zo haaks mogelijk op het water komen, zijn ze verstelbaar. Daar zit aan de zijkant van de bladen zit een excentriek met trekstangen. En dat staat excentrisch van de as van het rad. En iedere keer als zo'n blad in het water komt, dan trekt dat excentriek. Die trekt dat blad in een bepaalde stand, dat het zo haaks mogelijk in het water komt. En dan heb je dus een compromis dat de boel dus heel blijft en dat je rendement aanzienlijk hoger ligt. En daar zit dus het hoge slijtage in, want daar komen wel heel veel krachten komen erop. Andere opzichten verschilt dit schip van een schroefschip? Nou, dit schip dat is op het oog heel breed. Hij is bijna 14 meter breed, maar de romp zelf is maar 7,20 meter. Dus de raderen die steken bijna 3 meter uit aan iedere kant. Maar het blijft eigenlijk een smal schip in het water. Zodra je vaart heb je daar eigenlijk best wel een voordeel van. Die raderen die liggen aan het oppervlakte. En zodra het schip dus naar één kant gaat, dan gaat het ene rad gaat harder werken. Eigenlijk wordt het rendement wat minder, want de bladen komen eigenlijk te diep liggen voor rendement. Maar ze drukken het schip terug. En het andere rad komt uit het water en heeft dus minder effect op het water. En zodra je stil ligt, ja, dan is het een ander verhaal. Want als je dan met sail bijvoorbeeld met 300 man aan één kant naar het vuurwerk zitten kijken, ja, dan gaat ze behoorlijk op één oor liggen. Maar dan gaan de mensen vanzelf terug, want ze schrikken er zelf van. En dan lost ook dat zich weer op.
in zwaar weer. Ik heb ook op Bruinis hebben partijen gehad. Met een partij met Zeeuwse gasten. Nou, de Zeeuwse gasten hadden nergens problemen mee. Het personeel had, die waren wel groen. In de keuken bij de kok. En dan moet je echt wel blijven varen en druk op die radar houden. Zodat het schip zich ja, in feite vanzelf stabiliseert. En in dat opzicht ja, is het heel anders varen als met een schroefschip.